We zijn vandaag in Driebergen bij een Start2Bike training van Ga mee fietsen. De doelgroep van Start2Bike is zowel beginnende fietsers als de wat meer ervaren fietsers die aan de fietstechniek willen werken. Zowel mountainbikers als wielrenners en gravelbikers kunnen meedoen. Mensen ontdekken dat wielrennen wel heel erg leuk is. Doordat ze op hun eigen niveau toch wel vertrouwen krijgen van hé, ik kan dus wel fietsen. En het hoeft niet altijd heel hard, we hoeven geen 30 gemiddeld. Fietsen moet ook vooral heel erg leuk zijn, daar begint het mee. Ik vind het leuk dat het heel laagdrempelig is. Ik ben ook van mening dat het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt. Je kunt altijd iets oppikken van de kennis van een ander. En het is leuk om andere mensen tegen te komen die ook gaan fietsen. Dus hoe meer fietsvrienden, hoe leuker het is. De NTFU vindt het belangrijk dat iedereen met een veilig en vertrouwd gevoel op de fiets stapt. Tijdens de trainingen zorgen onze ervaren instructeurs ervoor dat iedereen de basistechnieken onder controle krijgt. Denk daarbij aan schakelen, remmen, bochten nemen, klimmen, dalen en omgaan met obstakels. Het is belangrijk dat er een Start2Bike programma is, juist ook om mensen wat meer in beweging te zetten, aan het fietsen te krijgen. Start2Bike is geschikt voor mensen uit de zorg, juist ook omdat het heel laagdrempelig is. Alles kan, alles mag. Wil je met klikpedalen fietsen, dan doe je dat. En durf je dat niet, dan moet je het gewoon niet doen. Ook dan kun je fietsen, ook dan kun je op een racefiets zitten. Het hoeft niet altijd ver, het hoeft niet altijd hard. En ja, soms is het spannend. En dat vind ik heel belangrijk, dat mensen dat ook durven uiten. Dus dat je een sociaal veilige omgeving creëert daarvoor.